Goedemiddag, welkom bij het college Leverziekte en Farmacotherapie. Dit college is bedoeld voor de ACTA-studenten, maar het kan natuurlijk voor anderen ook relevant zijn. En in verband met de corona-epidemie doen we het eventjes digitaal. Het is een wat ander college dan dat jullie van ons gewend zijn, want leverziekte heeft eigenlijk invloed op heel veel geneesmiddelen. En dan met name op de farmacokinetiek. Vandaar dat we de volgende farmacokinetische begrippen nogmaals gaan doornemen. En dan bespreken we direct wat de invloed van eventuele leverziekte daarop is, met ook een aantal voorbeelden erbij. Dan eerst even terug naar de basics. Hè. Wat is farmacokinetiek nou ook alweer? Nou, in de farmacologie maken we onderscheid tussen twee begrippen, de farmacokinetiek en de farmacodynamiek. En de farmacokinetiek is eigenlijk te omschrijven als wat doet het lichaam met het geneesmiddel. Nou, het begint allereerst met absorptie. Ja, dat hangt natuurlijk helemaal vanaf hoe je het middel toedient. Als dat via de mond gebeurt, dan zou je het absorberen via het maag en het darmslijmvlies. Maar je kunt het ook op andere manieren tot je nemen en dan wordt het dus ook via een andere weg geabsorbeerd en in een meer of mindere mate. Vervolgens verspreidt het geneesmiddel zich over het lichaam en uiteindelijk moet het lichaam ook weer verlaten. En dat gebeurt eigenlijk via twee processen, namelijk het metabolisme en de excretie. En leverziekte heeft met name invloed op het metabolisme, want de lever is gewoon het belangrijkste orgaan dat zorgt voor het metabolisme van geneesmiddelen, eigenlijk van alle lichaamsvreemde stoffen. En daarin maken we onderscheid tussen twee processen. En die processen hebben eigenlijk als doel om het lichaamsvreemde stofje klaar te maken om uitgescheiden te kunnen worden. En dat uitscheiden dat gebeurt bij voorkeur via de nieren. En om via de nieren uitgescheiden te kunnen worden, moet het stofje hydrofiel gemaakt worden, wateroplosbaar. En dat is dan ook het voornaamste doel van het metabolisme, het hydrofiel maken van stofjes. Dat gebeurt zoals ik al zei in twee fases en daarin maken we onderscheid tussen de fase 1 reactie, wat voornamelijk enzymatische processen zijn die ervoor zorgen dat het lichaam iets hydrofieler wordt of dat het polair wordt, dat het geladen wordt. En soms is er dus nog een tweede fase nodig en dan worden de lichaams eigen stofjes aangeplakt om het meer hydrofiel te maken. Dat noemen we de fase 2 reacties en conjugatie is daarvan het bekendste. Hier is dat nog op een andere manier weergegeven en dat is meteen een belangrijke weergave. Als we nou het pad volgen van de orale medicatie, dan zie je dus dat dat eerst opgenomen wordt. Alleen dat wordt natuurlijk opgenomen via het darmslijmvlies. En dat komt uit op de poortader. Dus eigenlijk al het geneesmiddel dat via de orale route wordt ingenomen, dat gaat eerst langs de lever. En daar wordt al een heel groot deel wordt daar gemetaboliseerd. En voor het ene geneesmiddel betekent dat onklaar gemaakt wordt. Voor het andere geneesmiddel geldt dat juist actief gemaakt wordt. Maar omdat die lever daartussen zit, is dat dus een hele belangrijke stap. Wat we ook zien, is dat niet elk deel van het geneesmiddel wordt opgenomen. He, dus de hoeveelheid die uiteindelijk terug te vinden is in de systemische circulatie, heeft twee determinanten. En dat is enerzijds het first-pass effect, en anderzijds de hoeveelheid die überhaupt wordt opgenomen. Heel anders is dat natuurlijk als we het via de intraveneuze route toedienen. Dan spuit het eigenlijk direct in de systemische circulatie en dan heeft het dus ook geen last of juist profijt van dat first-pass effect. Nou, vanuit die systemische circulatie moet het uiteindelijk weer verwijderd worden. En dat gebeurt dus allereerst via metabolisme. En nogmaals, bij voorkeur zal het metabolisme ervoor zorgen dat een geneesmiddel hydrofiel wordt en daarna via de nieren uitgescheiden kan worden. Dat lukt echter niet altijd, dus een klein deel van de stoffen die zal lipofiel blijven, vetoplosbaar, en die kan dan niet via de nieren uitgescheiden worden en wordt uiteindelijk via de gal uitgescheiden. En dat gaat dan als het goed is het toilet in. Echter, omdat de galwegen vrij aan het begin van het maagdarmstelsel uitkomen, zul je zien dat een deel van de middelen die op die manier worden uitgescheiden ook weer heropgenomen kunnen worden. Vandaar dat er een paaltje teruggaat naar de absorptie. Dat noemen we de enterohepatische kringloop. De fase 1 reacties die in de lever plaatsvinden,
Dat zijn vooral cytochrome P450, afgekort met CIP, enzymatische processen. En dit is een overzichtsplaatje waarin we laten zien dat de belangrijkste CYP-enzymen, eigenlijk doen ze het allemaal, maar die die hier staan zijn de belangrijkste, wat voor invloed die hebben op een geneesmiddel. Hier links, daar staan de substraten. En een substraat betekent dat het geneesmiddel gebruikt kan worden om omgezet te worden in een andere vorm. Dat kan zijn dat het geneesmiddel van zichzelf actief is en door het CYP-enzym geïnactiveerd wordt. Andersom kan het ook zo zijn dat het geneesmiddel van zichzelf inactief was, een zogenaamde prodrug, en dat die door het geneesmiddel of door het CYP-enzym geactiveerd wordt. Vervolgens kunnen we die CYP-enzymen op verschillende manieren beïnvloeden. We kunnen CYP-inducers geven. En dat zijn middelen die die CYP-enzymen harder laten werken. We kunnen ook CYP-inhibitors geven. Dat zijn middelen die de CYP-enzymen minder hard laten werken. En het is belangrijk om je te beseffen dat zowel de substraten als de inducers en de inhibitors, die zullen niet op elk CYP-enzym passen. Dus sommige CYP-inducers zijn relevant voor bepaalde geneesmiddelen en andere CYP-inducers zijn weer relevant voor andere geneesmiddelen. Een bekend voorbeeld is de omzetting van simvastatine. Simvastatine is een actief substraat voor het CYP-enzym 3A4. Grapefruitsap is een hele bekende inhibitor van het CYP 3A4. Dus als we dit combineren, dan laten we dus eigenlijk het CYP-enzym minder hard werken. Gevolg is dat simvastatine, wat van zichzelf actief is, dat dat minder goed omgezet kan worden in de inactieve vorm. En dat leidt dan ook tot een overdosering, tot toename van de bijwerkingen. En dat is natuurlijk vervelend. Een ander voorbeeld, wat net weer even iets anders werkt, is het voorbeeld van clopidogrel en omeprazol. Clopidogrel is ook een substraat voor CYP-enzymen, alleen nu voor het 2C19 CYP-enzym. Omdat clopidogrel van zichzelf nog niet actief is, maar omgezet wordt door het 2C19 in de actieve vorm, heeft een inhibitie van dit proces een ander effect. Want als we dat doen, bijvoorbeeld omeprazol, dan zul je zien dat de activering verminderd plaatsvindt en daardoor is er dus aan het eind van de formule minder actief clopidogrel over. En zul je dus zien dat er minder effect is van het clopidogrel. Nou, dit samenvattende plaatje zie je nog één keer wat er kan gebeuren. En daar staan dan ook de belangrijkste inducers en inhibitors genoemd. Oké, dan gaan we nu praten over paracetamol. Paracetamol is een veel gebruikt geneesmiddel. En ik denk ook door tandartsen wordt het regelmatig geadviseerd aan patiënten om dat in te nemen. Alleen leverschade speelt een hele belangrijke rol als je het hebt over paracetamol. Want we zeggen dat je kortdurend, en dan hebben we het over korter dan 2 weken, maximaal 4 gram of 4000 milligram per dag mag gebruiken. Ga je het langer gebruiken, dan moet je terug in de maximale dosering. En dan heb je nog maximaal 2500 tot 3000 milligram per dag wat je mag gebruiken. Maar bij mensen met een leveraandoening, en daar rekenen we ook alcoholabuses onder, dus dat is het overmatig gebruik van alcohol, adviseren we om maximaal 2 gram per dag te gebruiken. Aan de hand van het volgende plaatje ga ik jullie uitleggen waarom dat zo is. Want paracetamol, dat wordt voor een klein deel, wordt dat omgezet via CYP450-enzymen in de zogenaamde napkies. Het is belangrijk om je te beseffen dat eigenlijk het overgrote merendeel wordt via andere wegen leidt dat tot uitscheiding. Dus het gaat maar om zo'n kleine 2% die tot die napkies leidt. Alleen die napkies die zijn schadelijk. Die kunnen namelijk binden aan hepatocyten, aan levercellen. En op het moment dat ze daaraan gebonden zijn, dan gaan die levercellen die gaan stuk. Daar heeft je lichaam gelukkig iets op gevonden. Dat is namelijk glutathion. En glutathion dat bindt de napkies eigenlijk weer en zet het om tot een niet-toxische metaboliet, die vervolgens weer uitgescheiden kan worden. De glutathion, daar heb je echter onvoldoende van
om gedurende langere periode 4 gram per dag paracetamol om te blijven zetten. Dus vandaar het advies om niet langer dan 2 weken 4 gram te gaan gebruiken en daarna door terug te gaan naar 2,5 tot maximaal 3 gram per dag. Bij alcoholisten en ook bij mensen met andersoortige leveraandoeningen zien we echter dat dat glutathion nog veel minder aanwezig is. En om die reden zeggen we dus ook voor kortdurend gebruik dat deze patiënten maximaal 2 gram paracetamol per dag mogen gebruiken. Het is dus belangrijk om mee te nemen in je advies op het moment dat je iemand pijnstilling voorschrijft of adviseert op eigen initiatief te gebruiken. Je kunt je voorstellen dat zo'n enzymatische omzetting, wat in de lever gebeurt, dat gebeurt sneller op het moment dat er ook meer aanwezig is. Daarom hebben de meeste geneesmiddelen een curve zoals hier links afgebeeld. En dat noemen we de eerste orde kinetiek. Dat betekent dat deze geneesmiddelen een halfwaardetijd hebben. In een bepaalde tijdseenheid, bijvoorbeeld een uur, kun je precies de helft van een geneesmiddel omzetten. In het uur daarna zul je nogmaals de helft omzetten en het in het uur daarna nogmaals. Daardoor krijg je zo'n mooie curve in de daling. Die enzymatische processen kunnen echter niet oneindig worden opgevoerd. En daarom zul je zien dat op het moment dat je heel veel geneesmiddelen aanbiedt, dan gaat de curve meer zo verlopen. Dan is er een maximale hoeveelheid aan je enzymatische omzetting. En dan ga je dus per tijdseenheid niet de helft omzetten, maar de maximale hoeveelheid. En dat zal over het algemeen, zeker aan het begin van de curve, minder zijn dan de helft. Alcohol is een leuke uitzondering op dit verhaal. Want alcohol, dat heeft eigenlijk al direct vanaf het begin, vanaf de eerste druppel, heeft het een zogenaamde nulde orde kinetiek. Dus daar is de enzymatische omzetting van, is al direct maximaal. En daarom zeggen we ook dat je per tijdseenheid, per uur, ongeveer 1 biertje of 1 andere alcoholische eenheid kunt klaren. Dat komt dus hierdoor. En nogmaals, belangrijk om je te beseffen dat bij leverpatiënten of bij mensen bij wie heel veel geneesmiddel wordt toegediend, kan dus de metaboliseringen vertragen tot een zogenaamde nulde orde kinetiek. Nogmaals even dit plaatje, want het heeft niet alleen invloed op de uitscheiding van geneesmiddelen, via dus wat ik zei, hè, dat de lever het omzet in hydrofiele vorm, die vervolgens via de nier uitgescheiden kan worden. Maar dat heeft ook invloed op hoeveel er daadwerkelijk in de bloedbaan terug te vinden is. En dat begrip, dat noemen we biologische beschikbaarheid. Als je namelijk net zoveel van je geneesmiddel opneemt als voordat je een leverziekte kreeg, maar door het first pass effect metaboliseer je het minder, dan zal er dus meer overblijven voor in de systemische circulatie. Met andere woorden, de biologische beschikbaarheid gaat omhoog. Biologische beschikbaarheid kunnen we illustreren aan de hand van dit plaatje. Want wat we hier zien is een bepaalde hoeveelheid geneesmiddel die we hebben toegediend eerst via intraveneuze vorm, namelijk in de rode curve. Dan zie je dat je eigenlijk direct de piek bereikt en vervolgens het via een eerste orde kinetiek langzaam begint uit te scheiden. Daarnaast staat de per os variant. Dus dan hebben we dezelfde hoeveelheid geneesmiddel toegediend, alleen nu in pilvorm. Dan zie je dat het even duurt voordat de piek bereikt wordt. Dat is logisch, want het duurt even voordat je het geneesmiddel helemaal hebt opgenomen. Vervolgens klaar je het ook weer via diezelfde curve. En die kromming hier die wordt veroorzaakt omdat je dan nog een klein beetje aan het opnemen bent, terwijl je ook al een beetje aan het uitscheiden bent. De area under the curve, dus dat is de oppervlakte eigenlijk van de grafiek, die zal bij de orale variant altijd kleiner zijn dan bij de intraveneuze variant. En de fractie daartussen, dat is hoe we de biologische beschikbaarheid berekenen. Dus bijvoorbeeld de oppervlakte van de curve in het blauw is 80% van die van de intraveneuze vorm,
dan zeggen we dus dat de biologische beschikbaarheid van het orale geneesmiddel 80% is. Je kunt hem ook omdraaien. Een intraveneuze vorm heeft altijd een biologische beschikbaarheid van 100%, oftewel 1. Oké, dat was wat ik jullie vandaag wilde vertellen. Ik hoop dat het technisch allemaal goed is gegaan in verband met de corona. En als er vragen zijn, dan kunnen jullie die stellen via Canvas. Bedankt.